Sander, jij keek zojuist voor het tweede duel achtereen hier in Barcelona, ja, vanaf de zijkant toe. Hè? Jij bent uitgevallen met een blessure aan je rug. Hoe is het ermee? Ja, het gaat iedere dag een stukje bij een beetje beter. Dus ik ben optimistisch en de medische staf ook. Dus ja, ik verwacht nog een paar dagen rust nodig te hebben en ja, dus op tijd wel fit te zijn voor het EK. Ja, hoeveel vertrouwen heb je daarin? Hè? Dat het EK, komt het EK in gevaar? Of zeg je van nou, dit gaat gewoon de goede kant op, alle vertrouwen? Ik heb er alle vertrouwen in, de meeste staf ook. Ja, heel vervelend wat er is gebeurd. Zeker niet optimaal en ideaal in de aanloop naar de EK. Een toernooi in eigen land waar je absoluut bij wil zijn. Maar nee, ik ben vol goede moed, werk hier goed aan mijn herstel en ja, wat ik zeg, stapje bij een beetje, iedere dag wat beter. Ja, wedstrijden vanaf de kant toekijken, dat is niet iets wat jou vaak gebeurt. Ja, hoe is dat om dan hier eigenlijk de hele trip in Barcelona vanaf de kant te moeten toekijken? Ja, ontzettend balen natuurlijk. Mooi vierlandentoernooi als laatste testcase voor de EK. 3 mooie potjes hier in een mooie omgeving waar je met z'n allen naartoe hebt gewerkt. En als eerste wedstrijden met de EK-selectie. Dus ja, jammer dat ik absoluut niet mee doe. En het team verder op weg kan helpen naar een optimale voorbereiding op de EK. Jij rekent gewoon nu de dagen door, hè? Totdat je je rentree kan maken, denk ik. Ja, zeker. Ik geloof het is nog een dag of 10, 11 voordat we de eerste wedstrijd hebben van de EK. Nou, het zou wel lekker zijn om daarvoor nog wel wat ritme op te doen. Dus ik hoop dat dat zo snel mogelijk kan zijn. En ja, tot die tijd doen we er alles aan om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op het veld weer aanwezig te zijn.